Een historische ommekeer voor de bewoners van het dorp Boslanti aan de Saramacca-rivier. Het dorpje beschikt eindelijk over drinkwater uit de kraan. Sinds het bestaan van het dorp Boslanti zijn de bewoners afhankelijk geweest van regenwater en het water van de Saramacca-rivier. Drinkwater werd uit Paramaribo gehaald. Nu kan het dorp dat ruim 500 mensen telt eindelijk genieten van goed en veilig drinkwater, een van de belangrijke duurzame ontwikkelingsdoelen. Het Belgisch bedrijf Bossac, met aan de leiding ingenieur Jacob Bosser, is in dit kader een samenwerking aangegaan met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Regionale Ontwikkeling. Er is een kleine waterfabriek neergezet die het oppervlaktewater van de Saramacca-rivier zuivert tot drinkwater. Bosser is blij met het geslaagde project. Ik begon vorig jaar met alle voorbereidingen en dit jaar zijn we echt concreet gaan. En ik denk een drietal weken geleden hebben we de locatie gekregen, viertal weken geleden de locatie gekregen. En dan zijn alle voorbereidende werken gestart. We hebben een lokale partner die we al langer kennen. Ze hebben alle voorbereidende werken gedaan, zoals de pijpleidingen aanleggen, de fundamenten aanleggen. En dan hebben ze ook de container geplaatst en dan zijn de ingenieurs van België, van Bossac, ingevlogen om alles operationeel te maken. En dat heeft ongeveer 3 dagen geduurd. En dan nog een aantal tests, want dit is een pilootproject. We gaan hier heel veel uit leren om de systemen te optimaliseren, te verbeteren voor de omstandigheden in Suriname. Dus we hebben nog een 3-4 dagen getest. David Abiyamofo, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, zegt dat het gebied gelukkig niet is vervuild met kwik. Dat maakte het gemakkelijker om er de fabriek neer te zetten. Het is een grant van de Belgische overheid. We nemen het als een pilotproject. Het is nu opgeleverd, in gebruik genomen. En dan volgt een periode van strakke monitoring. We willen ons in elk geval ervan vergewissen dat het systeem goed kan werken in de Surinaamse omstandigheden, in de omstandigheden in het binnenland. En wanneer wij als overheid die zekerheid hebben, dan zullen we een besluit nemen over het al dan niet implementeren van dit systeem in meerdere delen van het binnenland. Het is makkelijker. Het gaat om oppervlaktewater dat we zuiveren. En het zou, indien blijkt dat het goed kan werken, een hele oplossing zijn voor het probleem van drinkwatervoorziening in het binnenland. Dat was minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen afgelopen zaterdag in Boslanti, waar de dorpsbewoners zijn voorzien van drinkwater uit de kraan. Het is het doel van de minister om het gehele binnenland te voorzien van goed en veilig drinkwater.